dan ga je naar de volgende hardloopwedstrijd. Dat kan in deze regio in Hasselt aanstaande zaterdag. De Koningsloop op Koningsdag in Hasselt. In Zwolle de halve marathon begin juni. En de stationsloop natuurlijk op woensdag 29 mei. Door het prachtige Vechtdal vanaf Ommen naar Dalfsen. De Munnikenslagloop eind juni in Rauwveen. We zitten op 1:34. Niels Eikema, Lelystad. Niels met de nummer 50. Hier over de streep in Nieuw-Leuzen. Eén deelnemer nu al in de koningskleuren oranje boven. En in het blauw daar vlak achter. Maar die voorste, dat is Jacco van Dijk en Ben Volkers. Igor van Elburg uit Ommen. Igor, straks natuurlijk op de thuiswedstrijd bij de stationsloop. Igor, ja, hij steekt het duimpje op. Topvorm, nu al helemaal fit daarvoor. Rianne zei het al, op zo'n rondje is het altijd wel prettig dat je in een groepje kunt lopen. Zeker ook wanneer de wind parten speelt. Je kan jezelf dan een beetje in een groep opstellen. Maarten Tuin van de Veluwe, Maarten uit Heerde, nummer 101. Dus in een groepje lopen maakt het allemaal net wat gemakkelijker. Je kan je optrekken aan elkaar. Nummer 69, Stefan Meester uit de snelste stad van Nederland, Assen. Matthijs van Dokkum. Kijk, dochterlief staat erbij met mama aan de finish voor Stefan Meester. Prachtig. En volgens mij hebben we weer een dame in zicht daar op die tweede, derde positie naast die grote meneer in het blauw. Ik denk dat dat de tweede dame zal gaan zijn. Opnieuw in die BB-kleuren, net als Rianne. Nu eerst naar de finish, Berend Remmers, nummer 82. Ja, daar komt ze, de tweede, Anouk van Triest uit Zwolle. Hier op de tweede plaats, Anouk van Triest, Dennis Huls. Knap, Dennis. Dat mag wel even gezegd worden. Dennis loopt nog maar 2 jaar, denk ik. Ongeveer, Dennis, 2 jaar, hè? Anderhalf. En Dennis, die is begonnen met de sport. Die wilde wat gaan doen. Vond zichzelf iets te zwaar. En doet het hartstikke goed. Respect voor jou, Dennis. Carlo Bonte. In het blauw. Altijd te herkennen, onze Carlo uit Rauwveen. Daar komt hij aan. Prima Carlo, mooie tijd jongen. Op weg naar de finish, applaus voor Carlo. De derde dame. De paarden staan van links naar rechts. In het zwart, in lijn, naar de finish. Annelies Noordzee uit Kampen. Hier komt ze, Annelies, met een brede grijns. Ja, ja.
We zitten op 1.39 hier aan de finish. En Jan Eikelboom uit Lemelenveld, die gaat binnen die 1 uur 40 binnenkomen, Jan. Gefeliciteerd. Bernard Kootstra, ja ja, bekende naam uit het ommerland van Aco van Elderen, Bernard Kootstra. En daar Robert Hertogs uit Meppel. Nummer 43, Robert met pet, zo is het maar net. En opnieuw in het zwart, blauw, wit van de Bosbennen, AG85, komt naar de finish nu gelopen. Nummer 102, Richard, uitslag. Richard, nog goed fris ogend zo te zien. De finish voor Richard. Straat naar de finish. Steeds meer deelnemers, deelnemsters die met de laatste loodjes bezig zijn in rechte lijn door de finishstraat naar de boog van Bosbennen. De laatste meters ook hier naar de finish voor Mark Rol uit Zwolle. Peter Kisteman uit Staphorst, nummer 54. Ja, nou wordt geklapt hier. Gerria is onderweg. Ronnie Veldman, Gerria Kok, daar in het roze met Lambert Put, met Peter Dominee. Top Gerria, goed gedaan. Jaap Sterken. Prima tijd ook voor Gerry Jacob uit Rauwveen. Maarten Bolts uit Meppel, nummer 12. Hier in lijn naar de finish, Maarten Bolts. Opnieuw een AG-dame daar in het zwart naar de finish. Carina Klomp uit Nieuw-Leuzen, Carina van de AG85, organiserende vereniging. En nog een die heel blij is, Sabine Jonet. Mooi Sabine, wat een finish, jonge jongen. Enthousiasme straalde vanaf Ewald Boertman uit Rolte. Ik mis even een naam van deze nummer 3 op het bord. Erik Averes zie ik nu staan op het bord. Erik Averes ook over de finish. Thank you.
En we kijken weer naar de kant waar de eerste mat ligt, waar ik de namen van doorkrijg. Doorlopen tot de boog, mannen. Doorlopen tot de boog. Absoluut, dat is de finish. Henk Hoksuit, Stavos en Jacob Talen. Jacob van Armada Clean uit Stavhorst. Martijn Pitt uit Drachten. Rob Bloemert, Nieuwleuzen, Marit Otter. Ja, Marit Otter, daar komt ze, vijfde bij de dames. Geweldig, Marit. En er wordt gezwaaid naar de fans door Bruce Tenke uit Dedemsvoort, de Voort. Bruce Tenke, nummer 96. Straks voor de prijsuitreiking bij de mannen nummer 3, Edwin Wentink. Op de tweede plaats Derko Laan en de winnaar Danny Hoppelman. Kijken we eerst even weer waar de deelnemers wegkomen. Dan zien wij nummer 15, Noah Bos uit Deventer. Een dikke sprint van Noah. Ja, 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 daar gaat hij. Hans Gorren uit Nuenen. Ook niet naast de deur, Hans. Prima prestatie van Hans Gorren uit Nuenen. Dan hebben we straks bij de dames op 3 Annelies Noordzij. Op 2 Anouk van Triest. Winnares hier. Thuiswedstrijd voor haar, Rianne Niewold. Straks bij de prijsuitreiking. Jeroen Overvelde, Wolvegee, nummer 75. Brian Leuzink, met veel fans langs de kant, Brian. Ja, ja. Dave Roemeling, Timo Makkinga. En ik mis één naam van een dame. Nummer 87. Leonard Ruiter uit Elburg. Ja, en ze blijven maar komen. En sommigen die beginnen bijna in puntenhostel te juichen. En er komt iemand in blauw. Nou, nou, die heeft zijn eigen feestje. Prachtig toch? Zo enthousiast na een halve marathon. Dat betekent dat wij ook enthousiast moeten gaan doen. Helaas, ik mis weer namen. Jack van het Hof zie ik staan, nummer 44. Jack van het Hof uit Iselmun. Goed zo, Jack. Goed bezig. Wow.
zo heeft iedereen zijn of haar eigen feestje op de finish. Met een persoonlijk resultaat of misschien zelfs een persoonlijk record. Het kan allemaal. Nummer 39 uit Ommen, Marleen Hekman. Ja, goed Marleen, nog een stukje voor jou en dan ben je over de finish. Danielle Slomp uit Runewold in haar blauwe shirt, nummer 91, nu naar de finish. Danielle Slomp. En ik hoor zojuist van een andere deelnemer ook een nieuw persoonlijk record op deze halve marathon. Harmen Veerman uit Rauwveen met een minuut verbeterd zelfs. Dus Nieuw Leuzen beschikt over een snel parcours. Warner Krol, nummer 61. Warner na de finish. Top, Warner, top. Kom op. Dus dat biedt perspectief voor de ontwikkeling van de wedstrijd aan zich. Een snelle eindtijd bij de winnaar. En ook mensen die hier gewoon onder deze omstandigheden een persoonlijk record lopen, dat is gewoon hartstikke goed en biedt perspectief voor verdere doorgroei van deze prachtige halve marathon. We zitten op 1,52. 1,52. Zo lang zijn we onderweg op deze halve marathon in Nieuw Leuzen. In het verleden had Nieuw Leuzen ook al een halve marathon. Dat is al lang geleden. Dat was de Aluvo halve marathon. Die startte vanaf het sportpark. Jannie Doest, Voorthuizen. Daar komt ze aan. Tiemen van Dijk, nummer 22. Margarita Veldrop in het groen, nummer 107. Devlin van Duren. Devlin komt eraan. Tineke van der Meer, Heerenveen in het rood, nummer 68. Corstiaan Schult uit Elburg. Corstiaan Schult uit Elburg, nummer 90. Prima Corstiaan. Deze kun je weer bijschrijven bij je resultaten en persoonlijke overwinningen. En aan de finish is natuurlijk een flesje drinken en is de medaille om thuis boven het bed op te hangen natuurlijk. Ja, ja.
Veijer. Nicolas nummer 105 uit Staphorst. Daar komt hij aan. Prima, Nicolas. Gerard Winters uit Eefde en Tom Schipper uit Dusluis, oftewel Zwartsluis. Hij lacht er nou bij. Goed vrees is onze Tom. Goed zo, prima gedaan. Jeroen Peer uit Oosterbeek. Nummer 77, Jeroen Peer Oosterbeek. Ook hier, ja. Jeanette Tienstra uit Wezep. In het blauwe shirt. Daar komt ze nu naar de streep. Prachtig, goed gedaan, Jeanette. En dat allemaal hier bij de LIF halve marathon van Nieuw-Leuzen. Nu alvast even een woord van dank aan de organisatie natuurlijk. Alle vrijwilligers, vooral ook de mensen die langs het parcours hun post innemen en daar opletten bij de oversteek voor het verkeer. De EHBO'ers, ze zijn er allemaal bij ten dienste van u en mij. Vrijwilligers, dat draait een evenement op. Ja, de fans staan langs de kant voor Dick Bos uit Denemswaard. En voor Arne van Dijk uit Staphorst. Dick Bos en Arne en Renate Blekink uit Zwolle. Renate Blekink, nummer 7, hier komt ze aan. Alice Bolt uit Heerenveen. Aangemoedigd door de fans, een stukje nog alles en dan zit hij erop en heb je deze weer te pakken. In 57, ja nog een stukje en ze wordt aangemoedigd daar, fanatiek zelfs, uit Zwolle, Marleen Imhoff, een mooie sprint Marleen, zo, ze straalt, ze lacht, ze is blij, fantastisch. Ja, en ze beginnen al te fluiten, de fans staan langs de kant. Het wordt steeds gezelliger hier in Nieuw-Leuzen. Prachtig. Janine Huisjes uit de Balk. Eline Visser uit Ommen. Ja. Prachtig. Janine, kom even bij mij. Ja, kom er maar even bij. Waar heb je dan aan te danken, Janine? Wat zien we daar? Wat is dat? Is dat familie van jou? Dat zijn je collega's. Dat is toch top, als je zulke collega's hebt? Of was je een beetje emotioneel? Nou, dat mag. Kom op, dikke knuffel van. Hey. Kijk eens aan mensen. Dit is het hardlopen. Dit is het. Samen zo bezig zijn. Zo enthousiast zijn als je binnenkomt. Ik vergeet niks, doe me kalm aan. Liesbeth van Duin en Bettiana Heemskerk, niks aan de hand. Hardlopen is sport, hardlopen is emotie. We hebben het gezien bij onze Janine. Zo blij dat ze over de finish is.
Top gedaan, Janine. Respect voor jou. En ook de andere dames, Liesbeth van Duin en Bettiana. Ja, ze zijn wel genoemd. Nog steeds blijven ze komen, nog steeds gaan ze richting de finish. De deelnemers op deze halve van Nieuw-Leuzen, de LIV halve marathon. Succesvol, ja, dat kunnen we wel zeggen. Wanneer je zulke tijden op de klok weet te zetten, dan sta je gewoon geregistreerd in de regio met een goed georganiseerde halve marathon. En dat ook zelfs nog twee keer een drukke weg over te moeten steken. Dus dat biedt perspectief. En dan komen we hier met de finish van nummer 31. 31, Bertin Everts uit Harderberg. Bertin Everts, nu naar de finish en hij is er blij mee. De duimpjes gaan omhoog, Bertin. Je hebt het toch maar geflikt, jongen. Voor iedereen, voor hem of haar, een topprestatie. Je moet het toch maar even doen. Een halve marathon. Support door een haas, om het maar zo te zeggen. Maar dat mag natuurlijk. Daar komen ze, twee dames sterk, naar de finish hier in Nieuw-Leuzen. Erika Hemming en Marie de Lange. Vaak aanwezig in deze regio. Erika Hemming, Marie de Lange. Klasse, zeggen de supporters. Het is gewoon top, zeggen wij dan. Hartstikke goed, top! Iemand aan de finish staat te zwaaien. Je moet hier naartoe, hier sta ik. Jongen. Ja, ze heeft het gezien, ja. Gea, we staan te wachten op jou hoor, kom maar. Gea. Er staat hier een hele grote fan van jou bij de finish. Die stond een kwartier terug al te zwaaien hoor. Echt waar. We zeggen Gea komt ook nog. Zeg nou, als Gea komt, dan gaan we een feestje van maken. Gea in de finishstraat, beste mensen. En we moeten wel allemaal even een flink applausje geven voor Gea. Ja, Gea, top. Je doet het toch maar gewoon. Dan mag je trots op zijn. Je mag gewoon hartstikke trots zijn. Echt een puikenprestatie. Top, top. En Dick Telman, bedankt als wedstrijdleiders. De taak zit er bijna op, maar bedankt voor jullie support. Een omroeper is altijd sterk afhankelijk van een goede wedstrijdleider. En die hebben wij hier gehad in de personen van Jan en Dick. AG85 natuurlijk staat altijd garant voor een goede organisatie. De Zwarte Cross, de Oranje Loop en de Munnikenslagloop. Het is allemaal AG85 voor de klokslaar. Ze gaan zelf graag hardlopen, maar ze dragen er ook een duidelijk steentje aan bij dat de kwalitatief goede wedstrijden blijven bestaan. Nu mede ook de LIV halve marathon. En natuurlijk Sportlead Facilities voor de tijdsregistratie.
Ja, twee dames in aantocht. De hond roept hen tegemoet. Oei, oei, oei. Ja, daar komen ze aan. Ze zijn wel een beetje bang. Bloemetje erbij, bloemetje erbij. Lynn Vlaggemas en Claudia Koster uit Groningen. Applaus voor Lynn en Claudia. Toppers, toppers. Ik denk dat we ze nu op de vingers van één hand kunnen tellen wat er nog komen gaat. Ja, nog twee. En volgens mij zie ik ook de fietsers. En volgens mij krijgen Lynn en Claudia een mooi bloemetje van de grootste fan langs de kant. Er gaat iets boven Groningen en dat is de marathon van Nieuw-Leusden. Zie, ja, de dames krijgen een mooie roos. Fantastisch. En hebben Lynn en Claudia ervan genoten? Hebben jullie wel genoten? Deel de wedstrijd samen op. Goed zo, toppers. En wij zien een fietser. En dat betekent dat er nu bij de ene fietser nog een deelnemer. En achter zien wij de auto, zien wij alle fietsers bij elkaar. Ik vraag van jullie, beste mensen, dat wij voor deze laatste deelnemers nog wel even een daverend applaus verzorgen. Die krijgen wel even een heel warm welkom. Want een wedstrijd is pas een wedstrijd als iedereen binnen is en we klappen voor alle mensen. De prestatie van iedereen is op en top. En ook de voorfietsers van de fietsclub, hartelijk dank voor jullie werk van de Tourclub Nieuw-Leusden, de motorbike-tak en de racefietstak. Daar zien we ze komen, de voorfietsers en de mensen van de EHBO. Wilt deze deelnemers er ook graag even over de blauwe mat daar, dan zie ik je naam, over de mat, over de mat. Ja, maar dan zie ik haar naam. Jeannette Schra uit Staphorst. Goed zo, Jeannette. Ja, dat weet ik. Die paar seconden heeft Jeannette gelast van. Op en top, Jeannette. Super gedaan. Je mag trots zijn. En dan daar met de rest van de fietsers. De vrijwilligers van de EHBO. Ook weer bedankt voor jullie inzet. Daar komt ze in haar witte shirt. En we gaan zorgen, Jessica, Jessica, we gaan zorgen voor een mooi applaus voor Jessica. Jessica in het witte shirt, daar komt ze aan, over de mat. Hier is de finish, onder de boog, Jessica. Uit Zwolle, Zwollywood, Jessica Hendricks. Applaus. Jessica, je mag trots op jezelf zijn. Pijke prestatie. Jessica is binnen. De fans zijn blij. We zijn allemaal blij. AG85 is blij. We gaan zo aanstonds naar de prijsuitreiking.